gegeven. Fliek. Voorzet. Kan nog net worden weggehaald. Door het Donker. Er is nog geen bal. Dit is toch vrij opmerkelijk. Er moet echt van binnen nu een bal worden gehaald. Heel ouderwets. Er is maar één bal beschikbaar. En er zijn wat reserveballen tevoorschijn gehaald. Toch nog wat ballenmeisjes gevonden daar. Daar gaan we over pas komen. Strakke lage voorzet, klaargelegd. Komt niet tot een schot. Wel van te braken, maar dat is klem. Goed gepakt door Kelly Steen. Fliek. Ravensbergen niet bij de tweede paal. Kwam Van Dijk. Corner. Kan een korte variant worden, maar veel verdedigers mee. Het gaat eerst kort, dan inbrengen. En dat is het doelpunt. Ravensbergen. Goeie, scherpe voorzet. Ja, van zo dichtbij. Natuurlijk is Steen dan volstrekt kansloos. Van Ginkel geeft. Fliek heeft het overzicht. Nou, dat is bijna een eigen doelpunt. Donker is er helemaal klaar mee. Voorzet. Nou, voorzet! Het is gewoon een schot, tenminste. Ja, ik denk een voorzet, maar met Tuin weet je het nooit. Hij is zoveel te hard dat hij haast wel bewust moet zijn, natuurlijk. Fliek. Van Dijk snel zat. Van Dijk er heel makkelijk langs. En dan zelf schieten. Zo! Ze staan erbij en kijken ernaar bij Telstar hoe Nike van Dijk die bal er even inschiet. Prachttreffer. Heerlijke uithaal van Nike van Dijk. Oh, wat te hoog eigenlijk voor Van Doren. Komt er toch nog aan. Oh, goed balletje dit. Ravensbergen, Van Doren, Steen. Heeft hem uiteindelijk tussen de benen. Tuin. Probeert hem erachter te leggen. Dat lukt. Is geen buitenspel. Ter Brake. Hulst. Schot van Hulst. Recht op Steen. Nu is een serieuze counterkans. Hassani iets te ver aan de buitenkant in eerste instantie. Dan geeft ze hem snel maar voor op Van Belen. En is dit dan, ja, dit is een bewuste terugspeelbal. Ja, indirecte vrije trap voor Telstar. Ja, natuurlijk is dit bewust. Het is hard en het is 2-1. Kira rost hem erin. En het knullige moment achterin bij Twente brengt Telstar opeens weer terug in de wedstrijd. Van Dijk, maar weer eens schieten. Het handje van Steen is nodig. Hij draait recht voor het doel. Op kans voor Carleer. Barbara Barend naast de speaker Leo Driessen. Is hij natuurlijk Hera United. Samenwerkingsverband met Telstar. En de kopbal van dichtbij valt er niet in. De rebound daarna geblokt. Telstar leeft nog. Goed doorzetten. Van Doren op de rand van de 16. Bal gaat voor Van Dijk uit de kluts. Van Doren geblokt. Ja, het is wel hartverwarmend hoe Telstar met alles wat ze hebben zich door die ballen gooit. Van Dijk van de bal gegleden door Donker. Takeshige in de problemen. Van Dijk. Daar is Steen weer. Heel een goede wedstrijd staat te keepen. Ingespeeld op Evans. Goed balletje terug van Ginkel. Blijft steeds rustig. Speelt goed over.
En weer is daar Steen. En Twente staat voor. Zegt niet dat ze er alles nog aan moeten doen om die wedstrijd überhaupt te winnen. Maar ja, nu kan het. Nu kan het. Nee. Van Belen schiet net naast. Daar was het moment. Oh, recht voor het doel. Op de lat gekopt. En uit de kluts is hij. In de handen van Kelly Steen. Het is een van de meest merkwaardige tussenstanden als je naar het spelbeeld kijkt die je hebt. Oh, die bal is te kort. Die is te kort. Maar Clark is op tijd, dan is het Hens. Wat is Twente toch aan het doen? Twente wint. En krijgt daarvoor applaus. Telstar verliest. En krijgt denk ik ook applaus. Wat bleef het lang spannend. En wat was dat? Onnodig.